Moet je kijken hoe groot dit ding is. What the hell? Hey mensen, welkom bij Tamas Speelt. Ik ben Tamas. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug bij onze mega boerderij op Haut-Belleran. En het is nu in-game februari. En wat we gaan doen, dat is onze kantoor planten. Aangezien het februari is, kan dat eindelijk weer. Dus ik moet even de 8R hebben. Dit is de 7R, dit is de 8R. Dus wat we gaan doen is, we gaan onze katoenplanten pakken. En dan gaan we deze twee velden, dit veld hier voor me en dat veld links, gaan we helemaal inzaaien. Zodat we ergens, wat is het, oktober of zo, weet ik veel, ergens rond die periode, dan weer katoen kunnen oogsten voor onze kleermakerij en al dat kleine spul. Nou, daar gaat hij. Kijk eens, wat een mooie machine hebben we hier toch. Dan moet ik hem eerst maar eens even hierheen rijden. Het mooie aan deze machine is dat, als ik het goed heb, hoef je van tevoren de grond niet te bewerken. Dus dat betekent dat we gewoon meteen hier overheen kunnen crossen en inzaaien. Daarna moeten we natuurlijk nog wel even bemesten. Dat doen, zullen we dan ook wel doen met de met kunstmest. Eerst even kijken. Oh. Is hij al maximaal uitgeklapt? Even kijken hoor. Dat lijkt er wel op. Nee, laat maar zakken. Daar gaan we. Oké, dan kan die nu aan. Oh, wacht eens even. Hij staat ingesteld op de verkeerde plan. Nou, daar gaan we. Hij staat ingesteld op katoen. Oh, zal ik hem ook aanzetten? Ik weet niet. Dat is misschien wel een ander, hè? Zaait makkelijk in. Wat is het probleem? Daar gaan we. Dat dacht ik. Hij staat aan. En kijk eens. Net zo mooi. Oh, dat gaat nog op een behoorlijk tempo met dit dingetje. Oh, dat gaat niet heel lang duren zo. 18 km per uur, netjes. En de breedte is ook redelijk netjes. Dat dingetje aan de linkerkant snap ik niet. Die moet dus aangeven tot hoe ver we hebben ingezaaid, maar die slaat een heel stuk over. Handig. Dan zou je er dus wel enorme rijen in krijgen als je dat dingetje gebruikt. Maar goed. Kijk eens wat mooi. Recht zo die gaat. Nou, dan hebben we bijna al het eerste lijntje er weer op zitten. Hier, daar komt hij. Nou, super. En dan zullen we even... Oh, ik zal hem even uitzetten. En dan zullen we de bos even inspecteren. Eens even kijken. Onkruid aan het groeien. Wietmachine, die hebben we. Heeft landbouwkalk nodig en moet gewalst worden. Nou, dat kan allemaal gedaan worden. Dus dat is niet zo'n probleem. Dus dat moeten we ook nog doen. En het is 0% bemest. Oké. Dus dat betekent dat ik er zometeen ook nog overheen moet om te bemesten. Genoeg te doen dus. Goed, ik ga aan het werk. Ik zie jullie zo.
Goed, dan komen we hier aan bij het laatste rijtje. Heb ik hem aanstaan? Ja. En dan hebben we alweer 2 velden ingezaaid met katoen. Dus dat gaat best lekker. Dan weet ik niet waarom daar het enige stukje... We hebben hier 2 stukjes staan wat vol staat met... Ik weet niet, onkruid, bloemen. Ik weet niet wat dat voor troep is daar. En ik ben er al een paar keer overheen geweest met de machine. Maar het gaat gewoon niet weg. Weird. Gewoon echt gewoon raar. Geen idee wat daar aan de hand is. Maar misschien straks even met de onkruid... misschien met een schoffel eroverheen. Ik weet niet. En anders gewoon met... Oh, misschien met spray eroverheen. Hoe heet het? Met onkruidverdelger. Dan die er maar bij pakken. Terwijl we hier het laatste stukje omhoog rijden. Hoppakee. Daar gaan we. Nou, de rest van de velden is wel goed. Dan gaan we ook even controleren of de rest van de velden wel zijn ingezaaid op die stukjes. Want het is natuurlijk wel raar gewoon. Dus ik zet de machine even uit. En die laat ik in de tussentijd inklappen. En dan ga ik gewoon hier even kijken. Ik ga even koekeloeren. Eigendom van katoen aan het groeien. Dit is nog bemest. Dit is ook bemest. De rest was nog niet bemest. Wacht even hoor. Hier bemest 0%. Raar. Dit is overal bemest. Minimaal 50%. Oh, hier is ook weer 0%. Oké, dan. Maakt het niet uit. Ja, wietmachine hebben we nodig. En het moet gewalst worden en het moet bemest worden. Dus dat gaan we nu doen. En dit had kalk nodig als ik het goed heb. Ja. Dus we hebben een heleboel te doen. Dus ik ga mijn apparatuur pakken. En dan zie ik jullie zo. Goed, hier zijn we dan. Onze kunstmeststrooier is er klaar voor. We hebben nog 31%. Ik denk dat het in ieder geval voor dit stuk nog wel genoeg is. Dus ik zet hem gewoon aan. Ik zet hem aan. Dank u. Ah ja, zat man. Zo'n groot veld is dit niet. Hoppakee, gas. Daar gaan we. Eens even kijken. Gaat het een beetje? Ja, dat gaat prima. Dat moet wel lukken. Nou, dat is zo'n 4-5 keer. En dan is dit veld gedaan. En dan dat andere veldje nog. Dus we gaan dit nu gewoon bemesten. En dan als dit bemest is, dan gaan we er met de roller overheen. En dan zou alles volgens mij in orde moeten zijn. Kijk eens hoe mooi. Dat gaat toch wel weer super netjes. Mooi hoor. Dit is echt een fijn ding man, deze kunstmeststrooier. Als je dan de vergrote versie neemt, kan er heel wat in. En dan... kan erin. Hij staat nu op 4000 liter, 4,3. Nou, er kan dus iets van 12.000 liter in. Iets meer. 13,5 volgens mij dat erin kan in totaal. Maar dit gaat zo hartstikke mooi. Nou, dan zit het eerste baantje er alweer bijna op. Kijk eens. Super. Ik zet hem hier even uit. Dat is misschien ook wel handig. Nou, dan ga ik de rest van het veld doen. En dan komen we zometeen weer terug met de roller. Goed, en dan hebben we hier ook het laatste lijntje van het bemesten. En dan zit dit er ook weer op. Maar dan ga ik zometeen toch nog even kijken wat we nog kunnen doen aan dit onkruid. Nou ja, dit heeft dan nog landbouwkalk nodig en het andere moet nog gewalst worden. Dus we moeten nog wel een paar keer over deze 2 stukken land heen, zeg maar. We zijn nog lang niet klaar, maar dat komt allemaal wel goed, hoop ik. Ik zit even te twijfelen of ik zometeen een schoppel zou pakken. Of gewoon, ik weet het, gewoon even met vergif eroverheen.
Maar goed, dan komen we zelf achter wat het beste is. Als het ene niet werkt, dan misschien het andere wel. Misschien moet ik er zometeen wel even langs rijden. Dan gaan we gewoon daar even kijken. Of het iets aangeeft wat je het beste kunt gebruiken. Terwijl we hier bijna klaar zijn. En across the line. Hey. Goed, dat is allemaal. Bemest, dat is klaar. We moeten er nog wel een keer overheen, maar dat kan morgen ook. Ja, de andere maand. Maart. Even kijken hoor. Geeft hij ook wat aan? Onkruid aan het groeien. Wietmachine. Ja, ik heb geen wietmachine. Ik heb wel een schoffel. Hopelijk werkt dat ook. En anders gewoon de gifspuit eroverheen. Even kijken. Ik ga hier de kunstmest uithalen. Ik ga dan... moet ik hebben? Ik moet landbouwkalk. Landbouwkalk moet ik kopen. Dus dat moet ik nog doen. En de wals die staat ergens. Vast. Ik weet dat ik erin heb. Ik weet alleen niet waar. Goed, ik ben zo terug. Hey mensen, welkom terug. Er is iets wat mist in mijn verzameling van machines. We hebben geen wietmachine nodig. Dit heeft een wietmachine nodig. Onkruid is aan het groeien. Wietmachine en dit moet gewalst worden. Nou ja, dat walsen is geen probleem. Ook op het andere veld waar ook nog landbouwkalk moet aan worden toegevoegd. Even kijken hoor, dat is daar. Dit is ons gras wat gehoogst is en wat 100% bemest is. Dat is wel mooi. Dat groeit mooi door. Kijk, hier hebben we dus ook een wietmachine nodig. En dat gaan we straks natuurlijk ook bij de andere velden nodig hebben. Dus ik heb besloten om een wietmachine te gaan kopen. Dus dan gaan we eens even kijken. Waar was die nou? Wietmachines. Waar zijn we? Walsen. Een wals hebben we wel. Nou. Nah. Kom op. Ik had hem zo net nog. Wietmachines, daar. En dan hebben we... Hier is een 24,5 meter voor 85.000 euro. Of we kunnen deze kopen... Dit is de... Moet ik het goed zeggen? Dit is dan geen horst. Dit is een Bourgault. Bourgault, weet ik veel wat. Ja, ik noem het een Bourgault. En dan gaan we niet voor de XR770-70. Maar dan gaan we voor de 770-90. Die is dan, even kijken, 27,4 meter. Dat is de grootste die er is. Voor 64.000 euro. Dus die is gewoon goedkoper. Dus deze gaan we gewoon kopen. We hebben het geld, screw it, waarom niet? Dus we hebben nu een nieuwe wietmachine. Even kijken hoor, dan wil ik even de trekker pakken die ik daarvoor nodig heb. Die staat daar, de 8R. Dus dan gaan we hem ophalen, gaan we meteen even uitproberen. Dus ik zie jullie zo. Nou, hier zijn we dan net terug van de winkel. Moet je kijken hoe groot dit ding is. What the hell? Wat is dit? Dit is de grootste wietmachine in Farming Simulator 22. Ongelooflijk, wat een bakbeest. Nou, laat maar gaan uitklappen dan. Laat maar gaan doen. Daar gaat hij. Oh boy. Oh boy. Nou, kijk eens dingetje hoor. It's so huge, that's what she said. Never mind, moving on. Ontzettend. Dus deze is meer dan 27 meter. 27, wat was die? 27,3, 27,1. Ga hem laten zakken. Yo, zie je dat dan? Alright, let's go. Oeh, kijk eens wat mooi. Dat is toch wel heel gaaf. Het gaat niet snel, maar je pakt wel meters. Moet je eens kijken. Super. Oh, wat is dit gaaf. Kijk, dan schiet het wel mooi op zo. Dan hoef je maar, nou, net drie keer, dan heb je zo'n stuk land klaar, joh. Dat is toch hartstikke mooi. Rechts zo die gaat. Ga een beetje bijsturen. Kijk nou toch eens, man. Dat gaat echt super mooi gewoon. De grootste wietmachine die er is. In-game. Ik heb hem net een klein beetje over het gras heen lopen. Zodat ik zeker weet dat ik alles krijg.
Zullen we eens even kijken of we... Even kijken hoor. Ja, kijk. Heeft nou landbouwkalk nodig en moet dan gewalst worden. Nou, perfect. Dus dan weten we dat dit allemaal werkt. Nou, dat is toch super vet gewoon. Dus dan kunnen we zo meteen gewoon landbouwkalk gooien we er dan overheen. En daarna de wals eroverheen. En dan zijn we gewoon klaar. En dan is dit stuk land klaar. En dan moeten we die andere natuurlijk ook doen. Dus ik ga eerst beide landen met de wietmachine eroverheen. Daarna voor beide landbouwkalk er nog overheen. Daarna gaan we walsen. Dus dat is er nog te doen. En dan komen we hier aan bij het laatste stukje. Kijk, daar gaan we. En dan tillen we hem hier op. Ja, en nou moet ik die bocht zien te maken. Lol. Even kijken hoor. Ja, dat ga ik dat redden? Oké, we kunnen in ieder geval zien dankzij het gras wat eruit is gewiet waar we zijn gebleven. Ja, een bochtje maken. Komt u maar. Kan ik hem dan ook weer heel precies terugzetten? Andere kant op. Niet te ver, niet te ver. Ja, dat is niet heel slecht trouwens dit. Klein beetje overloop is natuurlijk nooit slecht. Zet hem een beetje recht, er is wel een beetje veel overloop, maar... Maakt niet heel veel uit. Laten we hem weer zakken. Ga met die banaan. Hoppakee. Het is wel moeilijk te zien op het veld waar je precies bent gebleven. Maar goed. Ik ga de rest van het spul afmaken en dan zie ik jullie zo. Goed, en dan komen we hier aan bij het laatste stukje met de schoffel. Het is maar goed dat de gemeente niet meekijkt. Dat dit geen gemeentegrond is. Oh shit, die balen. Oh crap, 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 crap. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Oh, dit is niet goed. Oh, verder naar rechts. Verder. Evasive maneuvers. Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, dit gaat precies goed op het randje. Oké, nou wel iets meer terug naar links. Ja, gaat het nog steeds goed? Kijk nou, perfect. Nou, laten we hem zo maar houden dan. Maar goed, die hallo, muis? Mijn muis houdt er mij op. Heel interessant. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik kan geen muis meer gebruiken. Ah, hij is weer terug. En hij is weer weg. Interessant. Maar goed, hier zijn we dan. Aan het einde, alles is dus... helemaal schoon, behalve dus die bloemetjes daar. Daar gaan we dan toch maar met de gifspuit overheen. Ja, dit werkt allemaal moeilijk. Mijn muis doet heel erg moeilijk op dit moment. Maar goed, we hebben hier dus de grootste wietmachine. En die hebben we dus nu gebruikt. Alles is klaar, alles is gedaan. Dus dan klappen we die in. Een paar dingen wat ik moet doen. Kalk heb ik al opgehaald, stijl al klaar. Maar ik ga nou zo meteen eerst de gifmachine ophalen. Want die plantjes daar, die daar blijven staan, dat staat me niet aan. Maar eerst klappen we dit schitterende ding in. Onze nieuwe wietmachine. En dan rijden we die terug en gaan we die een plekje geven. En dan ga ik de gifspuit ophalen. Ik zie jullie zo. Hier zijn we dan met de roller. Eens even kijken. Want als het goed is, ja, dit moet gewoon gewalst worden. Ja. Eens even kijken. En die andere moet dan ook nog kalk overheen, maar... Gaan we dit eerst rollen. Eens even kijken. Heb ik hem nou goed staan? Komt nog één naast. Ja, kijk, dat komt helemaal goed. En dan zetten we hem naar beneden.
Kijk, nol. Krijg nol, dan blaf ik. Dan zou dit moeten werken. Dan gaan we. Nou wil ik het wel zeker weten. Ja, kijk nou. Bemest 50%, opbrengingsbonus 75%. Ja, helemaal perfect. Nou, dus dan gaan we gewoon rollen met die handel. En dat gaat ook weer super mooi, hè. Ja, mooi spul. Goed, ik ga de rest afmaken bij de velden. En dan zie ik jullie zo. Nou, hier zijn we dan bij het laatste stukje. Gaat dit net wel of net niet lukken? We gaan het nu meemaken. Oh, iets te vroeg. Eens even kijken. Ik hoop dat dit goed komt. Daar gaan we. Het lijkt goed te komen. Oh, we missen daar net een stukje. Wacht even. We gaan even terug. Oh, oké. Dat pakt hij niet mee voor een of andere vage reden. Dat is mij wel meer opgevallen, dat hij bepaalde stukken gewoon laat liggen, gewoon niks mee doet. Maar goed, het is wat het is. Maar alles is zometeen gerold. Hier ook weer, daar laat hij een heel stuk gewoon open. Geen flauw idee waarom. Ik heb geen idee, ik weet niet wat er aan de hand is. Daar is alles hetzelfde als bij de rest. En dan slaat hij dat opeens over. Ik weet nou niet of dit gebukt is. Als we naar deze stukken kijken. Waar nog steeds bloemen en planten staan. Ik heb de gipsfout gebruikt. Ik heb de schop gebruikt. We hebben die andere machine gebruikt die we net hebben gekocht. Ik heb alles gebruikt. En het werkt gewoon niet. Ik weet dus niet of dit nou... deze stuk of dat nou gebukt is. Is het nou geen bug? Dan weet ik wel één ding wat we moeten doen. Dat is gewoon bij... de volgende, voordat we de volgende keer weer katoen inzaaien, moeten we gewoon met de ploeg eroverheen. Want dit zou niet mogen. We zouden niet van deze lelijke stukken moeten hebben. Het zegt, het moet gewals worden. Ik ben er net met een wals overheen gegaan. Dus het lijkt gebukt. Ik ben hier letterlijk overheen gereden. Heel raar. Niks werkt. Maar goed, alles is gewalst. Dus dat zit erop. Dan klappen we dit schitterende apparaat in.
En dan zit het erop. Dat is ook een raar ding. Het zei namelijk dit, dat... Het zei eerst dat dit landbouwkalk nodig had. Dat stond er in het blauw. Dat staat er nou ook niet meer. Dus ik heb echt een... De kunstmestrooier... Heb ik... kijk, hier, soms zegt het het wel. Oh, dit heeft landbouwkalk nodig. Dat niet. Ja, nu zegt het hier ook. Heeft landbouw... Hier niet. En nou is het weer... Hier wel weer. Zeg het maar. Het is echt... Kijk, hier weer niet. Ik weet het echt niet meer. Goed, ik hou het zo. Alles is gewas, alles is klaar. En ik laat het voor wat het is. Ik heb geen idee. Ik weet gewoon niet of alles een beetje buggy is. Want er is namelijk een update geweest in Farming Sim 22. Want je ziet overal, als je naar de winkel gaat of op andere plekken, dat er plakaten hangen van pre-order Farming Sim 25 now. Dus ze hebben een patch gedaan met reclame voor de nieuwe Farming Sim. Dus misschien dat dat hier en daar wat dingetjes heeft gebukt of zo. Ik heb geen idee. Maar goed, maakt het niet uit. Dit zit erop. Ik ga deze zo meteen schoonmaken. Dus dit parkeer ik even hier. Dus even kijken. En hier is ons schoonmaakapparaat. Daar gaan we. Goed, maar kijk. Ik had hier een onze kunstmestrooier. Die is vol met 15.000 liter, geloof ik. Aan landbouwkalk. 14.000 liter. Maar dat is nu niet meer nodig. Wietmachine hebben we net gebruikt. We zijn hier net overheen geweest met de wietmachine. Goed, maakt het niet uit. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maakt het niet uit. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, geef het blauwe duim omhoog. Vind je het leuk wat ik probeer te doen met het kanaal? Overweeg je om je te abonneren. En ik ga er voor tussen. Heel erg bedankt voor het kijken, mensen. Later.